Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit kanaal gaat over aandelen, crypto, maar natuurlijk ook over persoonlijke financiën. En ik heb het al vaker aangegeven in video's, het is belangrijk om je inkomsten te verhogen. Maar bij een vaste baan kan dat best wel eens lastig zijn. En als je al een salarisverhoging krijgt, is het 9 van de 10 keer een klein percentage. Dus ik kaart vaak aan dat zelf iets ondernemen de oplossing is. Maar wat voor opties zijn er dan allemaal? Nou, vandaag ga ik de Creator Economy uitlichten en waarom het niet te laat is om online heel veel geld te verdienen. Dus laten we maar al snel beginnen. En voordat ik begin met de video van vandaag, ik zou het echt waarderen als je besluit om een like achter te laten. Er heeft namelijk behoorlijk wat tijd gezeten in deze video en ik ga ook veel persoonlijke informatie delen. En als jullie een like achterlaten, dan weet ik ook dat jullie vaker van dit soort content willen zien. En het internet, dat is natuurlijk nu al wat jaartjes. Maar op mijn optiek is de Creator Economy pas net begonnen. En met de Creator Economy doel ik op content creators die iets creëren en daarmee een meerwaarde creëren op het internet. YouTube is natuurlijk een goed voorbeeld, maar je hebt ook een Instagram, een Twitter, een Twitch, het gaat maar door. Want er zijn miljoenen mensen die content creëren en dus deel uitmaken van die creator economy. En elk jaar blijft dit doorgroeien. De grote internationale influencers verdienen op dit moment meer dan de grote filmsterren. Alleen niet iedereen zal natuurlijk horen bij de grote internationale influencers. En dat is ook helemaal niet nodig om alsnog veel geld te verdienen. Want er zijn zo'n 50 miljoen content creators in de wereld die hier geld mee verdienen. En 2 miljoen daarvan geven aan er fulltime mee bezig te zijn. Maar vergis je niet, hè, van die 46,7 miljoen amateurs, dus de part-time content creators, die verdienen alsnog een leuk salaris. Alleen het is natuurlijk wel zo, met online ondernemen zit er wat meer risico. Er is geen zekerheid zoals met een vaste baan. Want stel je werkt gewoon en je verdient 2500 euro per maand en je bent ook online aan het ondernemen met bijvoorbeeld een YouTube of met een Instagram en je verdient daarmee 2000 euro per maand. Dan ga je natuurlijk niet je baan opzeggen. Dus laat je niet afschrikken dat slechts een klein gedeelte fulltime content maakt. Er zijn namelijk heel veel mensen, miljoenen mensen, die zomaar 10.000 euro tot 50.000 euro per jaar verdienen met het creëren van content en die dit niet fulltime doen. Dus gewoon nog een baan ernaast. En sommigen van jullie zullen wel weten dat ik ook een FIFA kanaal had, maar daar ben ik mee gestopt omdat ik gewoon klaar was met FIFA en ik had er geen plezier meer in. En het was helemaal geen groot kanaal. Op het toppunt stond het op 37.000 abonnees en toen kapte ik er dus ook mee. En in Nederland heb je heel veel kanalen die zich richten op FIFA en dan heb je zomaar mensen met 100.000, 200, 300 of zelfs 500.000 abonnees. Dus het was niet een gigantisch kanaal. Qua inkomsten op YouTube viel het dus ook wel tegen. Omgerekend per maand aan advertentieinkomsten was het zo'n 1500 euro, maar nog steeds een bedrag wat natuurlijk heel veel mensen graag bij hun salarissen bijkrijgen. Maar ik ben natuurlijk nu alweer 4 jaar bezig met YouTube, dus het spelletje begin je steeds meer te begrijpen. Je wilt namelijk niet afhankelijk zijn van YouTube, dus ga je op een gegeven moment content creëren buiten YouTube om. En daardoor verdien ik bijvoorbeeld de laatste 4 à 5 maanden met dat FIFA-kanaal zo'n 3500 tot 4500 euro extra mee. Dus als je dat combineert met die 1500 euro aan advertentieinkomsten, verdien ik per maand zo'n 5000 tot 6000 euro, naast mijn baan dus. Dus wat ik vaak zie is dat er een misvatting is over online geld verdienen, want je hebt geen miljoenen volgers nodig om serieus geld te verdienen. En daar ligt dus voor velen een mogelijkheid, want er is namelijk echt overal een doelgroep voor. Ik ken bijvoorbeeld iemand die een kanaal heeft over golven, maar dan echt over alles en nog wat over golven. En met 23.000 abonnees tekent hij een sponsordeal van 75.000 euro voor 6 maanden. En als je een tijdje bezig bent met content creëren, weet je gewoon dat er veel geld te verdienen is. Alleen het gaat je echt niet lukken in 3 maanden tijd. Je moet er namelijk heel veel tijd in stoppen voordat die eerste euro echt is verdiend. Maar elke dag wordt er natuurlijk op YouTube heel veel verschillende kanalen gecreëerd en je weet gewoon dat er elke dag YouTube kanalen gecreëerd worden die over 1 jaar of 2 jaar een groot succes zijn. Ik raad dus mensen het altijd aan om te kijken naar YouTube of bijvoorbeeld Instagram of tenminste iets, zodat je je eigen content kan creëren, daarmee een publiek kan samenstellen en dat je dan geld gaat verdienen. Want dat is het natuurlijk wel, als je eenmaal dat publiek hebt opgebouwd, dan ga je geld verdienen. Dus je kan bijvoorbeeld geld verdienen door middel van YouTube advertenties, maar je kan ook besluiten om je eigen product te maken, bijvoorbeeld kleding. Maar stel je hebt een kanaal over het opvoeden van honden bijvoorbeeld. Nou, een cursus eraan koppelen is heel makkelijk en het heeft ook nog eens een meerwaarde voor heel veel mensen.
Maak er ook nog eventjes een blogpost bij over de beste voeding en met een affiliate linkje erbij krijgt de lezer een goed product en de tussenpersoon, dat ben jij dan, krijgt een kleine vergoeding en het bedrijf die verkoopt natuurlijk iets. Dus dat betekent dat iedereen wint. En dan is er natuurlijk ook nog een mogelijkheid voor bijvoorbeeld een Patreon of iets in de vorm van online lessen. Want stel je voor je bent heel erg goed in Photoshop of in tekenen en je kan door middel van online lessen 1-op-1 mensen echt verbeteren. Of je spreekt vloeiend Spaans en je geeft 1-op-1 les. De mogelijkheden zijn oneindig. Je levert dus echt iets waar vraag naar is en daar krijg je gewoon betaald voor. Zo werkt de wereld. Nooit iets gratis doen waar je goed in bent. En als ik dan eventjes kijk naar mijn eigen situatie, maak ik nog niet overal gebruik van. Ik kan mijn content nog meer monetizen als ik dat zou willen. Ik kan bijvoorbeeld een cursus maken over beleggen. Maar ik hou dat liever gratis op YouTube, zodat zoveel mogelijk mensen gaan kijken naar hun eigen financiële situatie en er dus op vooruit gaan. Als ik alles achter een paywall zet, ja, dan is het idee om mensen bewust te maken van financiën een beetje verloren. Maar ik heb wel het plan om een complete cursus voor YouTube aan te bieden. Maar daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten en ik weet ook dat niet iedereen op dit kanaal daar elke week interesse in heeft. YouTube is namelijk mijn passie en een platform bouwen zodat ik mensen door middel van mijn kennis en ervaring echt op weg kan helpen om succes te behalen op YouTube, nou dat zou ik heel mooi vinden. Maar heel eventjes dus weer terug naar dit YouTube kanaal. Elke dag content maken samen met een fulltime editor, ja dat kost natuurlijk wel wat knaken. Dus ik heb YouTube advertenties op mijn video's en ik heb verschillende samenwerkingen. Bijvoorbeeld met de Giro voor mensen die willen beginnen met beleggen. Dat is namelijk een populair platform en ik heb dus mijn eigen linkje. Het kost de kijkers niks extra's, maar ze weten wel dat het kanaal verder helpt als ze besluiten te registreren bij de Giro. En dat is dus ook een manier om het financieel rond te krijgen op bijvoorbeeld YouTube. Want elke dag 4 tot 6 uur bezig zijn met YouTube, iemand fulltime in dienst nemen, ja dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. Voordat we trouwens doorgaan met de video, mocht je nieuw zijn en je wilt meer van dit soort video's zien, vergeet het zeker niet te abonneren, ik zal dat zeker op prijs stellen. Dus online geld verdienen is nog steeds een mogelijkheid, maar dat komt je echt niet aanwaaien. Maar ik denk dat weinig mensen beseffen dat online content maken extreem veel potentie heeft. Stel je hebt gewoon een normale opleiding en je verdient bijvoorbeeld 2500 euro tot 3000 euro per maand. Dan gaat het echt wel een poosje duren voordat jij van die 3000 euro naar 4000 euro per maand gaat. En dat is dus ook weer het mooie van online ondernemen. Wat je achtergrond is, je opleiding, je geslacht, het maakt helemaal niks uit. Als jij serieus aan de slag gaat, kan je echt iets moois creëren en uiteindelijk er ook heel veel geld mee verdienen. Alleen het zal wel keihard bikkelen zijn, want iedereen wil echt wel wat extra's verdienen met bijvoorbeeld YouTube of met Instagram. Dus je moet het beter en slimmer aanpakken en net iets harder werken dan de rest. Toen ik begon op YouTube, en dat was in mei 2017, had ik na 12 maanden lang video's maken nog geen $1000 verdiend. Maar ik bleef wel doorgaan, ik bleef leren, want ik zag gewoon heel veel potentie. En dat zorgde er gewoon voor dat ik nu met dit tweede kanaal veel meer geld heb verdiend in de eerste 12 maanden dan met het Viva kanaal dat begon in 2017, namelijk $28.000. In de eerste 12 maanden ruim 30 keer zoveel als de eerste 12 maanden op mijn Viva kanaal. En daar reken ik de overige inkomsten er niet eens bij. Dus het is zeker niet te laat om te beginnen. In 2017 hoorde ik ook al dat het te laat was om te beginnen en nu hoor je dat nog steeds. Maar als jij een duidelijk plan hebt en je bent er bereid heel veel uren in te stoppen, dan kan het dus een succes worden. Want talent, doorzettingsvermogen, creativiteit is helemaal niet gebonden aan een jaartal. Alleen video's maken over Call of Duty kan natuurlijk echt wel je passie zijn. Maar er komt heel wat bij kijken om daar succesvol in te worden. En dat heb ik wel geleerd in jaren YouTube. Gewoon wat beelden opnemen dat jij Call of Duty aan het spelen bent zonder een voice-over en het online gooien heeft totaal geen nut. Je moet echt iets extra's brengen, iets nieuws. En daar kom je achter door gewoon te gaan beginnen. Ik weet namelijk dat er heel veel mensen zijn die blijven twijfelen en nooit gaan beginnen. En dan over 3 jaar denken van wat had ik nou voor elkaar gekregen als ik 3 jaar geleden echt was begonnen. En het is echt ongemakkelijk hoor aan het begin. Je eigen stem constant horen of misschien ben je niet zelfverzekerd voor de camera, dat speelt allemaal een rol. Bang zijn wat mensen denken van de content is ook iets belangrijks en het is dus echt niet makkelijk aan het begin. Maar 9 van de 10 YouTubers die succes hebben zijn gewoon begonnen en het duurde inderdaad wel een tijd voordat ze een flink publiek hadden. De grote internationale influencers die hadden echt niet na 3 maanden al 100.000 abonnees. Een groot gedeelte moet daar jaren voor knokken, maar mensen kijken vooral naar het eindproduct en die vergeten dus jarenlang aan keihard zwoegen zonder ook maar een euro te verdienen. Maar ik ben er dus wel van overtuigd dat online 100.000 euro per jaar verdienen veel realistischer en ook makkelijker is dan in het traditionele bedrijfsleven. En hetzelfde geldt voor 50.000 euro per jaar, alleen niet iedereen ziet dit in.
Mensen zijn bereid 4 jaar lang op school te zitten voor 2750 euro per maand voor de komende 20 jaar. Maar 1 jaar of 2 jaar lang bikkelen voor online succes, dat doen niet heel veel mensen. Dus de creator economy is al jarenlang steeds groter aan het worden en ik verwacht dat steeds meer mensen online heel veel succes gaan behalen doordat er gewoon steeds meer geld te verdienen is. Het is dus echt niet te laat. Voor nu komen we wel aan het einde van deze video. Mocht je meer van dit soort video's zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.